natuur is zo prachtig, zo mooi. Het is echt, ik begrijp niet dat mensen het niet zien, weten. En dan wil ik toch proberen. Hallo, kijk eens. Activisten van Extinction Rebellion zijn begonnen aan een klimaatmars. En die mars begint vandaag in Arnhem en eindigt volgende week zaterdag in Den Haag, waar ze de A12 gaan blokkeren. Een opmars naar een grote demonstratie die dus hier in onze provincie begint. Het protest loopt gelijk met die van actievoerende politieagenten die tijdens de mars niet zullen ingrijpen. Als Oosterbeek straks in de zee ligt, als Oosterbeek er niet meer is. Ruim 100 mensen melden zich vanochtend bij station Arnhem voor de start van de klimaatmars. Waarom bent u hier vandaag? Om een stukje te wandelen. Om aandacht te trekken voor het feit dat de fossiele subsidies afgeschaft moeten worden. De natuur is zo prachtig, zo mooi. Het is echt, ik begrijp niet dat mensen het niet zien, weten. En dan wil ik toch proberen. Hallo, kijk eens eventjes. Bijna een jaar geleden stond ik met velen van jullie op de A12. Zaterdag komen deze mensen aan in Den Haag op de A12. En daar kunnen ze waarschijnlijk blijven zitten zolang ze willen. De politie die grijpt niet in en voert zelf ook actie vanwege de vroegpensioenregeling. Die loopt volgend jaar af en er is nog geen nieuwe regeling. Met het vroegpensioen kunnen mensen met zware beroepen, dus ook agenten, eerder stoppen met werken. Kijk nu naar politiemedewerkers, is het nu al erg ingewikkeld om gezonde eindstrepen te halen. Maar mensen vergeten soms ook dat het mentaal erg zwaar is. Dat het soms echt wel voorkomt dat je elke week een suïcide hebt, een reanimatie. Ja, we zijn wel solidair met de politiebonden die ook staken, we snappen het. Ik vind dat ze recht hebben op vroegpensioen en we weten wel een leuk subsidiepotje waar die miljarden naartoe kunnen. Ja, dat doet mij heel erg veel goed. En zeker ook van Extinction Rebellion, want ze blijven dan toch ook, wanneer het echt eraan komt, ook weer achter ons staan. Dat vind ik een mooi gebaar.